In de jeugdwet staat dat gedragswetenschappers die werkzaam zijn in de jeugdhulp of jeugdbescherming voor hun beroepsregistratie zich moeten registreren bij het kwaliteitsregister jeugd, oftewel SKJ, of in het BIG-register. Met beroepsregistratie toon je aan dat je aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet en dat je je vak bijhoudt. Registratie is mogelijk op verschillende niveaus, bijvoorbeeld als master of postmaster. In dit filmpje praat een startende gedragswetenschapper met een collega van Altra Onderwijs en Jeugdhulp over hun SKJ-registratie. Jij wilde meer weten over die herregistratie. Ja, je vertelde laatst dat je daarmee bezig bent. En ik hoorde het heel veel in de wandelgangen ook en zo, dat je daar snel mee aan de slag moet. Maar ik weet eigenlijk heel weinig vanaf. Dus wat weet je daarvan? Nou, bij het SKJ moet je in verschillende categorieën moet je punten verzamelen. Ja. En dat is bijvoorbeeld door opleiding, maar ook door reflectiepunten te behalen. En die behaal je door supervisie te volgen. Ja. Nou, dat doe ik nu bijvoorbeeld al een jaar. Waarin je heel erg reflecteert op je eigen handelen. Ja. Daarnaast de opleidingen. Nou, het is goed om te kiezen, nou, wat is een goede basis? Wat voor basis wil ik leggen voor mezelf? Ik heb bijvoorbeeld nu de opleiding handelingsgerichte diagnostiek gedaan. Dus echt richting de diagnostiek. Ja. Daarnaast een opleiding richting gehechtheid. Dus meer behandeling. En het is ook belangrijk dat je kijkt of er genoeg variatie zit in de opleidingen die je kiest. Je moet van alles wat doen. Ja. Ja, okay. Eigenlijk gaat het erom dat je zo breed mogelijk ontwikkelt. Hoe ben je eigenlijk terechtgekomen? Ik ben eigenlijk vanuit mijn stage blijven hangen. Ik heb mijn stage gedaan, vervolgens een werkervaringsplek. En toen kreeg ik een baan aangeboden in de hulpverlening. Dat heb ik toen gecombineerd met een klein stukje diagnostiek, zodat ik dat ook bij bleef houden. Maar hoofdzakelijk werkte ik echt als ambulant hulpverlener. Waarvan ik ook erg blij ben dat ik die ervaring 2 jaar lang op heb mogen doen. Dat ik merk dat mij dat nu erg helpt in het werk. Zodat je goed weet, god, wat komt er allemaal op je af als hulpverlener, wat wordt er van je gevraagd. En dat helpt je ook weer in het geven van de werkbegeleiding aan je team, aan je medewerkers. En op een gegeven moment kwam er een baan als gedragswetenschapper bij het team Jonge Moeders en kon ik de overstap maken van ambulant hulpverlener met een stukje diagnostiek naar volledig gedragswetenschapper. En hoe deed dat dan met je registratie? Want je hebt de hbo-registratie en je hebt de masterregistratie. Hoe deed je dat? Door de diploma's die ik had, kon ik me alleen laten registreren als een master orthopedagoog. Ja, ja. Maar in de praktijk was ik uitvoerend hbo ambulant hulpverlener. Daardoor heb ik eigenlijk even vertraging opgelopen in die 2 jaar dat ik als hulpverlener werkte. Doordat daar andere opleidingspunten onder vallen. Beide categorieën, de hbo en de wo, hebben andere eisen. En was het voor mij heel gunstig dat ik op een gegeven moment de overstap heb gemaakt naar volledig gedragswetenschapper, zodat ik die registratie kon vervullen. En daar ben ik nu nog mee bezig. Want je had ook eerst werkervaringsuren toen je als hulpverlener, hbo-hulpverlener werkte. Klopt dat? Ja, klopt. Je moet voor je SKJ-registratie moet je een bepaald aantal werkervaringsuren ook uploaden. En in mijn geval tellen daarvoor alleen de uren die ik als WO'er heb gedraaid. Die ik echt als gedragswetenschapper, orthopedagoog heb gedraaid binnen de organisatie. Dus de hulpverleningsuren, toen ik echt als hbo'er werkte, die uren tellen niet. Maar gelukkig had ik daarnaast ook nog een stukje diagnostiek, dus wel WO-uren. En die kunnen wel meetellen. Dus ik moet strakjes voor mijn herregistratie even gaan puzzelen hoeveel WO-uren had ik in die tijd en hoeveel uren heb ik nu. Oké. Okay. Hoe lang heb je daar de tijd voor? Je hebt 5 jaar de tijd om je herregistratie te volbrengen. En wat adviseer je? Maar ik ben een jaar geleden afgestudeerd. Mm. Ik werk sinds februari, dus sinds een half jaar. Wanneer zou je ongeveer moeten beginnen? Ik zou nu alvast gaan kijken welke opleidingen lijken mij interessant. Ja. Het is goed om te kijken welke opleidingen zijn er allemaal. Hoeveel tijd staat daarvoor en hoeveel punten krijg ik daarvoor? Zodat je een beetje een plannetje kunt maken van hoeveel gaat dat mij kosten in tijd? En
En wanneer wil ik dat doen? Hoe kan ik dat het handigst verdelen over die 5 jaar? Ja. En je hoeft er natuurlijk niet 5 jaar over te doen. Hè? Ben je sneller, ja. Als het maar binnen die 5 jaar is. Ik wil ook heel graag met supervisie starten. Daar heb ik ook wel behoefte aan, want ik kreeg heel veel dingen aanlopen, vragen over. Ja. Hoe is dat geregeld? De supervisie wordt gefaciliteerd vanuit de organisatie. Er is een vaste NVO-erkende supervisor, waarbij de gedragswetenschappers supervisie kunnen volgen. Dus je gaat dan een traject in, spreekt zelf af hoe vaak je elkaar ziet. En dan krijg je een punt per contactuur. En hoeveel punten moet je dan voor je registratie halen van supervisie? Weet je dat uit mijn hoofd 40 of 45. En waar kun je dat vinden? Op je SKJ-herregistratiepagina. Ja. Daar kan je al die verschillende categorieën vinden. En ook het bijbehorende aantal punten dat je daarvoor moet halen. Ja, daarnaast heb je als master geregistreerde ook nog een kopje overig. En daarvoor mag je zelf kiezen of je die vrije ruimte invult met nog wat extra opleidingspunten. Of wat extra supervisie. Dus daar ben je vrij in. Oké, dus dat is een beetje naar je eigen voorkeur, ja, zeg klopt. Maar. Dus dan kun je een beetje je eigen interesses ook verder uitwerken. Ja. Hoe staat het ervoor met jullie registratie? Wat jullie daar tot nu toe aan hebben gedaan, of de afgelopen tijd voor hebben gedaan. Wie kan daar iets over vertellen? Dat we zo lang mogelijk hebben uitgesteld, omdat het een heel gedoe is, uitzoekwerk. Welke punten, vooral ook in de vrije ruimte, hoe registreren we het, de vergaderingen, hoe krijgen we dat voor elkaar. Dus we hebben een afspraak in het team om met elkaar te gaan zitten en te gaan kijken van wat en waar. Hoe kan ik het beste met mijn leidinggevende daarover in gesprek gaan? Omdat het nogal wat kost en ook wat tijd van mij vraagt natuurlijk. Ik zou daar zeker over in gesprek gaan en aangeven waarom je dat wil doen. En ook wat de meerwaarde daarvan is voor de organisatie. Ja. Ze hebben daardoor kunnen daardoor ook meer kwaliteit bieden. Ze hebben dan een goed geschoolde orthopedagoog in huis. Misschien dat je daardoor ook specialistische behandelingen zou kunnen geven. Dus geef aan wat de organisatie daaraan heeft. En daarnaast zou het wel zo ver zijn dat ze jou daarin tegemoet komen, omdat het verplicht is dat jij je blijft ontwikkelen. Ben je eigenlijk lid van de beroepsvereniging? Ja, ik ben lid van de NVO. Omdat ik daarmee eigenlijk aantoon dat ik een bepaalde vakbekwaamheid heb. Daarnaast hebben we natuurlijk de beroepscode, die je sowieso dient te volgen. De beroepsvereniging is ook is er ook voor advies. Hè? Bijvoorbeeld als je met ethische dilemma's zou zitten. En SKJ en NVO, dat staat los van elkaar. Heb ik dat goed begrepen? SKJ is een verplichte registratie die je moet hebben vanuit als je werkzaam bent in de jeugdzorg. Een beroepsvereniging is een vrije keuze of je je daarbij aansluit. Oké.